Dag Tineke, hoi, wat goed om je te zien joh. Welkom in mijn Luierpark. Ja, hartstikke leuk. Wij zijn vanochtend bij Tineke op bezoek. Tineke was een van de initiatiefnemers van het provinciale programma Nieuwe Natuur. Zij heeft een fantastisch leuk idee ingediend, het Luierpark. En vandaag ben ik bij haar op bezoek om te kijken hoe het met haar gaat. Nou, prima. Ik vind het hartstikke leuk dat ik dit mag laten zien aan je. Je hoort de vogels van fluiten. Het is een paradijsje. Geloof ik ook wel. En ik ben er ook heel erg blij mee. Ja. Zullen wij het park ingaan? Nico, hier zeg maar één rij bomen. Dan gaan we hier de hoek op. En dan gaan we gelijk naar twee rijen bomen. Oh, oké, ja, precies. En waarom deze locatie voor mij toch, maar het park wordt, het Luierpark, nou, dat zie je eigenlijk wel. Ik ben hier zo blij mee. Het is een fantastische locatie. Ja. En dat middel eigenlijk in Almere. Ja. Dus dat, en speelmateriaal staat er eigenlijk al. Ja. En dat wordt alleen maar toegevoegd nog meer. Dus dat, ik ben er gewoon heel blij mee. Het is gewoon een stukje natuur. Tineke, het leuke van het programma Nieuwe Natuur is dat het zich richt op de inwoners van Flevoland. Hè? Ook op particulieren, dus gewoon bewoners die een idee hebben over natuur in hun omgeving. Hoe ben jij nou zo betrokken geraakt bij het programma Nieuwe Natuur? En dit plan van de Luierpark had ik eigenlijk al. Maar ik wist ook niet wat ik er eigenlijk mee verder moest. Ja. En toen zag ik jouw programma op de computer bij mij, op mijn werk. En toen dacht ik van nou, ik ga het gewoon proberen. Gewoon ik ga het gewoon doen. Envelop op de postbus doen? Ja, nee, volgens mij was het allemaal digitaal. Ja, dus dat, ja. Het was een digitale postbus. Digitale postbus. Wat is het Luierpark eigenlijk? Het Luierpark heb ik eigenlijk gerealiseerd omdat ik dacht van Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Er worden heel veel kindjes geboren. Ja. En eigenlijk hebben we dat niet. We hebben wel een bos van verdriet, het KWF-bos. Bij Dronten. In Dronten. En dat is echt een verdrietbos. En toen dachten we zelf ook, een Luierpark, dat mensen zeg maar, met hun eigen kinderen kunnen zien zeg maar, hoe de boom groeit. Want dus ieder kind krijgt, ieder nieuw geboren Flevolander kan in principe hier een boom krijgen. Nou ja, krijgen, kopen natuurlijk. Kopen, natuurlijk. Ja, dus klopt. En want ik weet ook eigenlijk dat mensen een doel nodig hebben om de natuur in te gaan. Ja. En wat is nou niet leuker, zeg maar, om met je opa, oma, met de familie hier naartoe te gaan om naar je eigen boom te kijken. Hey Tineke, hoe ga jij jouw idee van het Luierpark nu verder uitdragen? Ik zie dat je ontzettend veel leuk materiaal hebt. Ja, klopt. Ja. Ik heb natuurlijk een heel groot netwerk en ik zoek ook mensen op, zeg maar. Ja. En ook de kleine ondernemer. De kleine ondernemer vind ik heel erg belangrijk. Ja. En als men een boom koopt, dan krijgt men ook een koediebek. Dit zijn wat kleine onderdeeltjes van de koediebek. En ik hou dus ook rekening mee van mensen zeg maar, die een boom kopen voor een overleden kindje. Ja. Dat is ook logisch, want deze kindjes, de ene is te geboren, de ander is overleden. Daar wordt dus rekening mee gehouden. Want deze kaars bijvoorbeeld, die krijgt mijn... zeg maar in de koediebek in plaats van een slabbetje. En een bedeltje bijvoorbeeld, een voetje van een bedeltje zit erin. Diverse bonnen, dat doet hij eigenlijk. Dus het gaat echt leven hier, niet alleen in de buurt, maar in heel Almere. Ik hoop zelfs. Heel Flevoland. In heel Flevoland, want ik heb bedrijven in Zeewolde. Oh, ja. Mijn flyers liggen al bij kraamzorgcentra in Dronten, in Lelystad. Dus ik ben heel druk ermee bezig. Je krijgt het nog druk. Maar dat heb ik eigenlijk al. Als we nou eens een jaar verder zijn, hè? Wat kunnen we dan hier allemaal zien? Jan-Nico, ik denk niet eens dat je hier een jaar hoeft te wachten. Want in maart zeg maar, wil ik echt hier alles klaar hebben. Dus mijn bomen hier staan, mooi speelmateriaal, zitmateriaal. Dus eigenlijk een volledig park, eigenlijk al in de maand maart met de opening. Dus eigenlijk over een half jaartje is dit gewoon al een gerealiseerd park. En dit is mijn nieuwe natuur. Voor jullie zeg maar eigenlijk klaar. Fantastisch. Dus alleen de bomen verkopen, dat moet dan nog. Ja. Maar het is dan echt een compleet park. Ja, hartstikke goed. Nou, ik ben heel benieuwd.